Ja, Matthijs, eerste thuiswedstrijd, 3-1 winst tegen Almere. Hoe ging het? Ja, het ging eigenlijk wel prima. We kwamen goed uit. In het begin Almere wel beter. Na 10 minuten kwamen wij steeds beter te spelen. Toen kwam de eerste goal van Ezra. Dan drukken we door en dan maken we binnen, ik denk 20 minuten, maken we nog 2 goals en staat het al 3-0. Dan is het eigenlijk al wel gespeeld. Wat had je hier vooraf van verwacht van jonge Almere? Vorig jaar dus bij Groningen heb ik wel tegen veel BVO's gespeeld. Dan weet ik dat BVO's graag voetbal spelen en niet op lange bal. Dus ik had veel voetbal verwacht. Dat is ook gebleken. Ze bouwden op vanaf achteruit en ging het eigenlijk. Ja, je zei al, het begin was Almere iets beter, daarna kregen jullie beter grip op die wedstrijd. Waarom komt dat? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Volgens mij was het door één moment, door de goal eigenlijk. Door de eerste goal. Een diepe bal op mij en dan ik geef hem op Ezra en Ezra scoort. En daarna fleuren we ineens op en dan gaan we ineens veel beter voetballen, vind ik. Dan scoort Ezra 2-0. Ja. En dan kom jij door en je schiet. En toen je schot losliet, had je toen het idee dat die gaat erin? Ja, ik kreeg die bal aan de diepte. Ik weet niet precies meer van wie. Ik wou hem eerst met rechts schieten. Alleen toen zag ik al dat hij gokte op rechts. Toen kapte ik hem snel af en uit stand schoot ik hem. Toen zag ik dat de keeper hem niet had. Ik had eigenlijk wel verwacht dat hij hem zou hebben. Maar toen dacht ik wel van, is dit mijn eerste goal? Toen ging hij erin. Voor jou ook een lekker begin bij Harkmaars Boys. Vorige week al een prima wedstrijd, nu weer. Met wat voor instelling ben je hier gekomen? Ja, sowieso om mezelf nog wel te ontwikkelen. Ik ben nog maar 18 jaar en ik wil eigenlijk wel nog iets bereiken met de voetbal. Dus ik kom bij Harkmaar om mezelf in de pitch te spelen en ook gewoon genieten van de club. Want kijk met de accommodatie en al die mensen hier om je heen. En het mooie niveau, derde divisie. Ja, daar kom je eigenlijk gewoon om goed te ontwikkelen. Het is een brede spelersgroep, een paar blessures, maar al met al 26 spelers straks. Wat vind je van de kwaliteit van de groep? Ja, ik verwacht al wel een hoog niveau, maar het is me goed meegevallen. Er zijn een paar goede spelers. Iedereen kan goed meedoen. En we spelen trainen scherp, zodat je moet je echt in de pitchen spelen of in de basis zelf. Want anders sta je er niet in. Dat bevalt je? Ja, dat bevalt me zeker. Vorig jaar heb ik het al meegemaakt. Dan ik hou er wel van. Er zit weer wat meer druk op jezelf, waardoor je beter ontwikkelt. En zo kom je toch wel tot de beste vorm. Wat wil je van jezelf ontwikkelen? Ik wil sowieso, zoals vandaag, belangrijk zijn voor het team. Veel goals maken, veel assist en ook gewoon hard werken. Zoveel mogelijk 90 minuten pakken en gewoon beter worden. Ik zag je halverwege de eerste helft was het misschien, dacht ik. Toen keek je wat vermoeid, je zat wel met je handen op je knieën. Was je moe? Nee. Dan trek ik even een sprintje van 30 meter en dat is natuurlijk wel... Ik kost wel veel energie. Dan put ik even uit, pak ik even een momentje zodat ik straks weer kan gaan. Ik was niet moe. Je zei vorige week tegen de krant, Fries Dagblad was dat, ik wil Groningen laten zien, ze hadden me niet moeten laten gaan. Dat is wel een mooie instelling om het seizoen mee te gaan. Ja, zeker. Je speelt natuurlijk bij Groningen om daar profvoetballer te worden. En als je dan weggestuurd wordt, dan is dat natuurlijk jammer en dan wil je natuurlijk het ongelijk bewijzen.